Hey, dag Rinkje vrienden van een goed leven. Hoe is het daar? Hier is het fantastisch. Nee, het is hier niet fantastisch. Ik begin het helemaal gehad te hebben met die lockdown. Ik kan het niet zo goed tegen. Maar ja, het is niet anders. Wat zit er onder het doosje? Wat heeft Achmetje opgestuurd? Laten we even kijken. Wel nog vrolijk. Nee hoor. Van de Albert Heijn, vegan beleg. Ik ben alles behalve vegan. Kijk, ik begrijp ook wel dat het voor die dieren niet zo heel erg leuk is dat ze uiteindelijk dood op mijn bordje terechtkomen en dat ik er zo van zit te smikkelen. Dat snap ik wel, ja. Maar ja, ik ben geen kip. Ik ben geen varken. Ik ben een mens. En een mens is een omnivoor. Die eet plantjes en diertjes. Sorry man, ik hou wel heel erg van vlees overigens. Ik ben namelijk een grillmaster. Op de barbecue. Wat hebben we hier? Vegan kipfilet. Ik vind de gewone kipfilet van de kip op je brood al geen moer aan. Dit zou me dus benieuwen. Vegan gebraden gehakt. Ziet er een beetje raar gekleurd uit, maar voor de rest lijkt het natuurlijk wel gewoon op. Op zo'n gebraden gehakt. Vegan grillworst. Ziet eruit als grillworst. Ja. Vegan spek. Nou, daar hebben ze wel heel erg hun best gedaan om het op een spekkie te lijken, zeg. Maar dan kijk, het is net hoe een kind spek tekent. Ik ben heel benieuwd. Dus laten we maar eens even gaan proeven. Wat ik denk dat het vieste is, dat eet ik wel het laatst. Want dat spek, dat kan niet. Nou, dan dus dit. Zo, de kipfilet gehakt. En de grillworst. Want laten we eerlijk zijn, gebraden gehakt is niets meer dan heel veel kruiden. Dus als jij het een beetje normaal aanpakt, kan je op een vrij makkelijke manier gehakt nabootsen. Op een vegan manier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 E-nummers. En voor de rest, karamel. Ingehakt. Erwten, eiwit. Bamboevezel. Dat is een raar stukje gehakt. Oh, dat is wel grappig. Het ligt te zweten in zijn pakketje. Het is helemaal nat. Het ruikt enigszins naar gebraden gehakt. Het proeft er zelfs ook een beetje naar. Iets wat zuurig. Maar kijk, het probleem ontstaat niet per definitie met de geur en smaak. Wat kan je nou met kruiden doen? Alleen, wat ze dus met die bamboevezels hebben proberen te doen, is dat er nog een soort bite aan zit, wat je met vlees hebt. Dat zit hier dus niet aan. Dus het is een beetje een lapje. Worden we hier blij van? Niet echt. Grillworst. Overigens had laatst iemand tegen mij gezegd, als reactie op een filmpje van... Je zeurt altijd over E-nummers, maar die zijn per definitie niet ongezond of ziekmakend of zo. Dat zeg ik ook niet, hè. Waar het mij om gaat, is dat je heel erg vegan bent, heel erg gezond bezig. En blijkbaar dus iets eet wat met ik weet niet hoeveel E-nummers gemaakt moet worden. Dat is het enige wat ik zeg. Dit ruikt precies zoals het vegan gehakt. De vegan grillworst. Maar hoe smaakt het? Het smaakt wel enigszins naar grillworst, omdat het goed op smaak is. Ik vind deze eerlijk gezegd wel wat lekkerder dan die natte lappen van het gebraden gehakt. Omdat hier ook een beetje pit in zit. Een beetje spice. Dan gaan we dus nu naar de dingen die ik vies vind. Hier, spek, kip. Niet in het echt, ik eet heel veel kip en spek. Dat is ook wel aan me te zien. Dit kan niet goed gaan. Je kan namelijk niet een kipfilet maken. Van andere dingen dan kipfilet. Hier zit ook dus karamel in. Bamboevezels. De hele rattenbom. Ook dit is aan het zweten. Het is gewoon nat. Ik snap niet waarom, maar goed. Het ruikt in ieder geval totaal niet naar kipfilet. Gaat
Gadverdamme. Kijk, dat kring naar zweet, joh. Het is helemaal glimmend nat. Het heeft niets met kipfilet te maken. Niets. Kijk, dat ze dus vleesproducten nadoen, daar kan je al wat van vinden. Want dan zeg ik, ja, als jij zegt, ik wil geen vlees eten, waarom zit je dan in godsnaam met zoiets op je brood? He? Maak het dan, weet ik veel, groen, met de witte stippies. Nee, het moet er dan wel op lijken, maar het mag niet zo zijn. Overigens, mijn dochter is nu ook net vegetariër geworden. Dat is niet echt heel handig, hoor. Zou ik je vertellen? Ik ben hier de kok thuis. Het is gewoon lastig, laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat het een fase is. De structuur lijkt niet op kip. De smaak lijkt niet op kip. De geur lijkt niet op kip. Dit lijkt dus niet op kip. Dit heeft niets met kipfilet te maken. En je hebt het leuk geprobeerd met je vegan gedoe. Alleen het slaat nergens op. Naar het kipje. Het spekje. En dat wordt natuurlijk allemaal lachen, want dat kan helemaal niet. Moet je nou kijken. Hier. Allemaal identieke plakjes. Verschrikkelijk. Jezus, Mina. Oh, dit stinkt als de pest, man. Wacht even. Hier op het plaatje is het gebakken. Oh nee. Ja hoor, die moet je bakken. 2 minuten in de pan bakken. Helemaal geen zin in. Oh, dit stinkt. Hele penetrante muffe. Ik denk dat het rooksmaak moet zijn, maar het ruikt eerder naar een brandend benzinestation. Nou, ik heb dus de vegan spek gebakken. Ik weet nou niet of het er beter op geworden is. Het is niet echt vies. Het is ook niet lekker. Het doet helemaal niks. Kom niet in de buurt van een gebakken spekkie. Wat me overigens opvalt altijd. Want we hebben verderop in de straat zo'n biologische winkel. Waar mensen alleen maar vegan eten. En ongespoten groentjes halen. Zo. Die mensen er eigenlijk over het algemeen heel ongezond uitzien. Helemaal ingevallen. Een groene en blauwe huidkleur. Ik weet niet, volgens mij is het niet altijd te gezond. We kunnen hier heel lang over praten, ik doe het liever niet. De vegan vleeswaren van de Albert Heijn zijn niet te bikken. En dat ligt niet aan Albert Heijn, het ligt gewoon aan dat het vegan is en daar hou ik niet zo van. Er gaan wel wat dingen wijzigen, want ik had het eerst zeg maar, op volgorde van lekker neergelegd. En nu ik het gat verdarrie, die geur van die smaak van die spek blijft maar binnenkomen. Het is ineens spek. Er wordt wel wat gewijzigd, want de grillworst gaat naar 1, de gehakt gaat naar 2. De spek, ondanks dat die vies is, gaat in de 3. En de kipfilet die gaat in de 4, want die is echt helemaal niet te hachelen. Grillworst, vegan. Ondanks dat het vegan is, best te doen, krijgt van mij gewoon, weet je wat, een 7. Waarom? Als het dan toch moet, is dit nog wel te doen. Het gehakt komt in de buurt van gehakt, laten we eerlijk zijn. En het smaakt niet vies, krijgt van mij een 6. De spek is verschrikkelijk. Het is een 4. Een 4. Het smaakt niet naar spek, het heeft... Ja, het heeft niks. Spek is wel enigszins heilig. Dus dat je dat dan op die manier verpest. Echt super vies is het niet. Maar een 4 is meer dan genoeg. Want echt super vies is die zwetende, natte, ronde, vieze lapjes van een kipfilet. Niet te bunkeren. Een 2. Gadverdarrie. Zo. Wordt tijd om even een lekker boterhammetje te maken voor oom Jan. En dit gaat er niet op. Nee, dit gaat er niet op. Dat vertel me.